Hey, Bart Valkenier hier van maakitsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video: het formaat van je papier instellen. Check de hele training op makitmedia.nl/word. Oké, okay, hoe groot is je papier nou eigenlijk? Groot, klein? Nou, eerst even een klein trucje. Als je Ctrl ingedrukt houdt op je toetsenbord en je draait aan je muiswiel, dan kun je dus heel erg makkelijk in- en uitzoomen. Heb je nou geen uh, muis, dan kun je met de trackpad van je laptop dat ook vast wel met twee vingers doen of zo. En hier onderaan aan de rechterkant heb je ook een slider waarmee je heel makkelijk kan in- en uitzoomen. Maar goed, hoe groot is nou eigenlijk echt jouw uh, papiertje? Nou, standaard staat hij op A4 zeg maar, dit zeg maar, hier zo. Dit is A4. Doe je A4 in tweeën, dan krijg je opeens een A5. Doe je A5 in tweeën, dan krijg je een A6. Nou, doe je dat de andere kant op met twee keer A4, krijg je dus A3 enzovoort. Nou, dat is zeg maar wat wij in Europa vaak gebruiken om het papierformaat uh, aan te geven. Nou, uiteraard kun je dat instellen. In Word. Dat doe je hier bij indeling. Hierboven heb je het menu indeling. Als je daarop klikt, heb je daar twee knoppen, namelijk afdrukstand en formaat. En als ik hier op formaat klik, dan krijg je hier een hele lijst met formaten. En her en der staan ook dat a'tje ertussen A5, A4 en hier ook nog een keertje A3. Nou, als ik bijvoorbeeld hier op A5 klik, dan wordt je opeens twee keer zoveel kleiner. Maar ja, afhankelijk van hoe ver ik ben ingezoomd, valt het wel of niet op. Maar het is daadwerkelijk de helft van A4, dus de helft kleiner. Dus bij indeling, formaat, kun je hier dus een formaat kiezen. Kijk, zo zet ik hem weer terug op A4. En hier heb ik ook nog eens een keertje A3. Het kan zijn dat bijvoorbeeld A3 er niet tussen staat en dat komt omdat die dan niet is verbonden met een printer of zo, die A3 kan of zo. In dat geval heb je ook nog iets als meer papierformaten en als ik daarop klikt krijg ik hier een uh, schermpje en dan kan je hier letterlijk ja nou, hier kan je ook uh, van alles uh, standaard kiezen zeg maar maar je kan hier ook de letterlijk de breedte en de hoogte van je papier uh, intypen stel je voor ik wil een papier van 10 bij 10 centimeter doe je dat gewoon en druk je oké OK. <laughs> en dan krijg je opeens een vierkant Word-bestand nou dat kan ook nog eens een keertje heel nuttig zijn als je iets uh, vierkants wil maken, maar dus bij formaat kun je dus standaardformaten kiezen of bij meer papierformaten letterlijk intypen hoe groot die moet staan. En je drukt op oké okay. en klaar.